Ja, dus een consultatiebureau. Net prikjes gehad. En nu zitten we nog eventjes een banaantje. Goedemorgen, het is vrijdag en de weekend volgens weer begonnen. Beetje chaotisch begin, net bij het consultatiebureau geweest. En nu ga ik even met beste vriendinnetje wat drinken. Dus ik neem jullie mee dit weekend. Hè Niels? Ja. Leuk weekend, toch? Ja, leuk weekend. Ja, dit is dus de schade. Mama. Ja. Goed, een wat warrige start van de vlog. Maar welkom. We waren dus vanmorgen het consultatiebureau voor Edin. Alles was goed, dus dat is fijn. En toen ben ik even gaan lunchen met mijn vriendinnetje. En zometeen gaan we naar de kapper voor Niels. Dat wilde ik eigenlijk al voor de vakantie, was niet helemaal gelukt. Dus dat gaan we dan nu alsnog doen. En dat is het voor vandaag. Verder is Sven afgelopen woensdag geopereerd aan een navelbreuk. Ja, ja. Dat kunnen mannen ook hebben en ook slanke mannen. Maar goed, hij is daarover niet helemaal goed geïnformeerd van tevoren door de chirurg. Wat heel vervelend is, want het blijkt dat hij 6 weken elen niet mag tillen. Nou, ben ik natuurlijk nog niet helemaal hersteld, dus het is een beetje onhandig. En als ze dat hadden gezegd en ze hadden gezegd je kan nog even wachten. Het heeft namelijk wel gevaren, een navelbreuk, maar het is ook niet dat hij er ineens zat. Hè? Dus nou ja, we hadden best nog even kunnen wachten. Maar nee, dat... dan hadden we het gewoon nog eventjes 2 maanden of zo uitgesteld. Maar goed, dat is niet het geval. Dus nu moeten we ermee dealen. Want deze informatie kregen we na de operatie. Dus dat houdt in dat we een beetje de lam helpt de blinden aan het doen zijn. Ja, kom eens. Wat moet je zo? Zo. Nou, dat komt allemaal wel goed. Maar dat maakt dat we onze weekendplannen ook een beetje aanpassen nu. Vannacht hebben ze allebei gespookt. Nou, gewoon gedoe, maar daar zal ik je nog niet mee vermoeien. Het is nu allemaal weer gezellig. Ze zijn allebei niet helemaal fit. De prikjes had ze het over dat je pas over 1,5 week ongeveer een reactie krijgt. Dus dat is anders dan de normale prikjes. We gaan het allemaal zien. Morgen hebben we ook wat dingetjes. We gaan in ieder geval 's middags even borrelen met vrienden van ons. En 's avonds eten bij Sven's ouders en slapen we daar. En dan hebben we zondag een verjaardag van... dochters van de beste vriend van Sven. En dan is het weekend ook weer voorbij. Dus we hebben gewoon wel een leuk weekend voor de boeg. En ik hoop dat de kids een beetje opgeknapt zijn. Maar we gaan nu zo lekker naar kapper. En ik heb een fiets gemaakt. Dus was wat van Niels. Heb ik er nu een 3-wieler van gemaakt. Ja. Hoe dat gaan we naar de bioscoop? Naar de bioscoop? Ik weet niet. Ik ga niet naar de bioscoop. Jij? Mama. Maar als we dan naar de bioscoop gaan. Ja. Ik wil toch naar de bioscoop. Ga je naar de kapper? Ja. Daar zijn toch geen filmpjes? Nee, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Hier zie je Nijntje gaan. Je kon er wel op zitten hoor, maar Nijntje bleef liever staan. Ja, ga je zo. Het is ook geen step. Wat is dit nou, hè? Ze reed echt over de rijgevoel. Ja, oma had het idee om af te sluiten met een ijsje. Last one of the season. De haar over. Zit dat hier op? Ja. Is dat een heksenhap? Vies hoor. Dank u wel. Ik heb het koud. Even zo neer. Ik zit Expeditie terug te kijken, want dat had ik nog niet gezien. Daar was ik wel benieuwd naar. En mijn man gewoon lopen. Dat is zo vies. En ik heb niet echt meer gefilmd, maar de kapper ging prima. Alleen het is iets korter dan ik had bedacht. Maar mijn moeder zei dat ze het echt... Nou, niet, mijn moeder heeft niet geknipt, maar ze zei dat de kapster het echt een soort van schuin knipt. Dus ja, ik moet het gewoon even stylen om te zien... goed gaat, maar we wilden het juist een beetje lekker lang houden, en dat lukt niet echt, maar goed. Ik ga nu lekker Expeditie kijken en relaxen. Ja, Batman. Ze ziet er toch uit als een klein Frans schoolmeisje. Zo cute. Allebei van Sarah. Volgens mij heb ik niet eens gezegd goedemorgen.
zaterdag. En dus nu even de ochtendslaapje aan het doen. We proberen nog steeds naar één te komen. Maar op het kinddagverblijf lukt het wel. Maar bij ons lukt het gewoon niet echt eigenlijk. Ja, alles kan. Maar dan wordt het gewoon echt niet leuk. Maar goed, het maakt niet uit. En ik wilde er eigenlijk nou echt proberen wakker te houden. Zodat ze tussen de middag zou slapen. Want we hebben vanmiddag een borrel. En daarna rijden we door naar Zwolle. Maar goed, lukte niet. Dus dan is het ook maar zo. Dus we zien het straks wel. Dus of ze gaat in de auto naar Zwolle nog slapen. Of we krijgen er nog eventjes in slaap voordat we naar vrienden van ons gaan. Maar goed, dat zien we dan weer. Niels heeft net gesport. En Sven mag niet fietsen. Hij irriteert zich echt heel erg. Want hij is gewoon niet goed geïnformeerd over de consequenties van deze operatie. Of in ieder geval de herstel en wat daar de consequenties van zijn. Dus hij is heel gefrustreerd. Maar goed, hij mag niet fietsen. Dus hij is nu met de auto naar de Ecoplaza. We doen eigenlijk alle boodschappen bij Picnic. Maar een aantal dingen halen we Ecoplaza. Dus dat is hij nu aan het doen met Niels. En ik ben hier met Eden, want hij mag Eden niet tillen. Dus als Eden straks wakker wordt, gaan Eden en ik even lunchen. En Niels zal ook zo weer komen. En dan gaan we denk ik nog eventjes naar buiten. Het is wel lekker weer. Alhoewel ik dus echt alles heel... Het is nu 24 graden, maar ik vind het gewoon best wel fris. Omdat we ook gewoon uit 30 graden komen. Ik ben er nog meer van teruggekomen. Dus ik zit nu ook gewoon in een trui. Maar goed, straks doe ik gewoon een t-shirtje aan. Prima. En... Dan gaan we daarna met zijn vrienden veel zin in. En daarna rijden we door naar Zwolle. Ik ben nu natuurlijk vader en moeder in één. Dus ik heb ook al alle kinderbedje en de buggy en zo in de auto gelegd. En nou ja, vandaag een relaxed dagje. Ik zit gewoon eventjes nu gewoon even lekker te zitten. Heeft er niks. Dat is ook fijn. Ik heb mijn haar even gekruld. Ik moet zeggen dat... Ze hadden dus meer laagjes ingeknipt, wat ik ook wilde. Maar ik moet zeggen dat ik de lagen wel eigenlijk te kort vond. Kijk, maar dit zijn de lagen. En dit is mijn lange lengte, zeg maar. Dus het is best wel een stuk. Dus ik had het niet zo kort gedaan, denk ik. En dan vind ik het eigenlijk nu leuker staan als het gekruld is. Omdat het dan gewoon wat rommeliger is. Goed, het doet er verder niet. Ik ga even een filmpje kijken en dan zo die kleine uit bed halen. Heel zeg heerlijk even te slapen. Elin. Denkt, piep jullie al? Doen ze niet. Verrassend. Maar goed, het is nu 3:15. Dus ik denk niet dat het nog gaat lukken. Om toch een half uurtje de deur uit. Hooguit. Dus goed, misschien een powernapje. 20 minuutjes. Krijgt er dan weer wat plezier achter hem. Doe. Je kan toch gewoon lekker gaan liggen? Zij moet om jou lachen hoor. Nee, nou, dan ga je niet. Nou goed, ze had net heel veel plezier. Wij zijn onderweg naar Zwolle. Zwolle is heel gezellig, ik vergeet alles te filmen. Maar het is altijd een beetje chaos met de kinderen. Zag je ze? Ja, het is heel veel vergelijking. Goedemorgen, het is zondag. Ik ben bij mijn zwanger. En het was maar een nachtje. Niels die had oorpijn en ik weet het allemaal niet. Het was allemaal heel ingewikkeld vannacht. Maar goed, Sven heeft me wel iets langer laten liggen. Want ik moet natuurlijk, ja, ik moet natuurlijk nu de hele zaak draaiende houden. Uiteindelijk heeft Niels ook bij Sven in een Sven's bed gelegen vannacht. Maar ja. Het werkt hem gewoon niet. Maar goed, ik zou het dan maar beter bij jou. Want als ik ook nog uitval, dan hebben we echt helemaal, staan we helemaal but. Dus dat hebben we maar gedaan. Maar ja, het is natuurlijk niet heel ideaal. Ik pak even mijn douchepulletjes. Ga ik even douchen. Maar goed. Dus ik heb iets langer geslapen. Maar ik heb ja, echt geen 8 uur of zo. En dan heb ik ook geen 8 uur nodig. Maar ook niet iets in die richting. Dus dat is wel jammer. Maar goed, ik ga nu eventjes douchen en dan hebben we straks verjaardag van Lena, heet ze, dus daar heb ik wel zin in. En dan hoop ik dat het vannacht beter gaat, want
Vannacht is vannacht, liever niet. Ja, weet nou, dat is handig op die boot staan. Ja, ja. Dan had ik een hele mooie buurt aan de winkel. En laat. O ja? Wat is dat? Links. Ja, ja. Wij zijn even aan het wandelen naar het nieuwe huis van schoonouders. Dus morning stroll. Moet ik even doen? Deze kant. Wij zijn weer thuis. Sorry, uitgespeeld. De boodschappen zijn net bezorgd en we eten vanavond in ieder geval dit verse pureersoep courgette broccoli. Gisteren Sven en ik eten dat. Ede eet een hapje en Niels die eet, hoe heet dat, watersoep. Ja, het was heel gezellig, het verjaardag zomer, maar ik heb het allemaal gevuld. Ik weet het wel allemaal weer. Ja, omdat ik nu natuurlijk, omdat ik nu de hele tijd chef Ede ben. Ben ik dus ook de hele tijd met haar bezig en heb ik geen camera bij. Dan normaal film ik heel vaak als Sven zeg maar bij haar is. Maar nu ben ik natuurlijk de hele tijd, zeker op zo'n verjaardag, met haar. Dus nou ja. Kun je aan oma vragen om te gaan maken? Ja, natuurlijk. Als het weer herfst wordt en het gaat weer vaker regenen, kun je zeker koekjes maken. Maar Niels moet weer niet uit de oven, want die krijgt het een beetje warm nu, denk ik. Maar weer moet het ook een beetje warm. Oh, oké. Okay. Omdat weer... Het is kort over 8 en de kids liggen op bed. En die gaan nu... Ik lig op mijn bed. Ik ben er helemaal klaar mee. Even kijken of ik bij ben met de expeditie. Dan ga ik dat nu gewoon kijken. En anders kijk ik het gewoon even terug via Videoland. En ja, bij deze ga ik de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat ik volgende weekend iets meer denk aan filmen. En dat het weer een beetje een leukere vlog wordt. Van deze week heb ik geen idee, maar voor gevoel heb ik heel weinig gefilmd. Ik wil je toch heel graag bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week.